lieve mensen. Daar ben ik dan weer met een nieuw vlogje. Het is gelukt. Nou zal je je afvragen, wat heeft die gozer het over? Nou, ik heb een diefstalletje gehad van mijn brommer voor de deur. Ja, daar werd ik natuurlijk niet vrolijk van. In mijn boze bui heb ik dan ook gezegd van, daar ga ik wat aan doen. En ook in mijn niet boze bui heb ik besloten er wat aan te gaan doen. Een cameraatje had ik al, laat ik jullie zo zien. Ik heb nu ook verlichting buiten opgehangen. Ik zal jullie laten zien wat ik heb gedaan, want ik ben er nogal trots op. Nou, mijn brommer die stond dus gewoon hier in de hoek. Ik heb daar een cameraatje. Die ziet ongeveer dit zo. Die heeft de dief ook wel in beeld gehad, alleen het was hier gewoon veel en veel te donker. Maar, ik ben best handig, maar ik durf niet altijd te beginnen. Vandaag hangt die er ook. Een bewegingssensor. Gaatje in de muur. De complimenten van Paul voor het lenen van de boor. Het cadeautje achter heb ik een beetje hetzelfde gedaan. Daar, er zit een heel zootje draden binnen. Dus ja, het doosje past niet echt helemaal dicht. Maar kijk, daar hangt die. Heb ik hier straks ook licht. Kant wel te verstaan. Aangesloten. Kabeltjes mooi weggewerkt. Daar naar binnen. Ja, best tevreden dus eigenlijk. Meer dan tevreden zelfs. Hele dag mee bezig geweest. En is het ook mooi gelukt. Top. Weer een klusje gedaan. Er komen ook nog andere maatregelen. En die maatregelen, daar gaan jullie een volgend filmpje van zien. En die komt volgende week. Dus niet over 2 weken, maar volgende week komt die al uit. Ben je nieuwsgierig wat ik nog meer heb gedaan tegen de inbrekers? Hier is in ieder geval al een voorproefje. Dat laat ik volgende week zien.